Ja, kijkers, welkom bij een nieuwe aflevering van Farming Simulator 17 met Freaky Gaming. Ja, zoals je ziet staan we bij de shop van deze aflevering. Want ik ga een baal huren, want ik ga stroobalen maken. Want ik heb veld 23 geoogst. Met tarwe, en daar heb ik nou heel veel stro van. Ik ga even mooie baaltjes van maken bij de koeien en bij de varkens later. Ik heb nu op een stapel liggen, maar dat neemt veel te veel plek in. Dus dan dacht ik even een balen te gaan huren. Hier bij de shop. Dan dacht ik deze grote te huren. Deze vind ik een irritante ronde balen. Deze heeft mooie vierkant als het goed is. Dan gaan we die uren. 0.000. Ja, dat is wel terugverdiend. Kijk, er staat een mooi dingetje. Trek hem maar snel. Net niet. Het spiegeltje zit dus net niet goed. Dan doen we het maar zo. En zo. We hebben aangepikt. De Big Baler 1290. Ja, dat is een mooie grote. Stevig trekje ervoor hier wel. Dan gaan we even naar veld 19. Of 23 bedoel ik. Mijn goud. En dan gaan we daar even balen maken. Er ligt genoeg stro. Ik kan genoeg balen uithalen, denk ik. Ding laat de zak uitklappen ook maar denk ik. In principe kan die werken. In principe kan die wel werken. Wow, je gaat een hoop balen uitkrijgen. Ik denk dat de baal er niet voor werkt. Full speed 20 km per uur behalen, dat is best snel. Ik sla niks over. Ook de beeld even doen. Oh,
cool van Wolfstruck. Dat gaat nog best rap, moet ik zeggen. Oh, dat ging daar fout. Niks. Ik zat te denken al om met de voorlaaier op te laaien, maar ik denk dat ik de auto steken nou erop zo balend worden. Ik denk dat het toch nog gauw 4 per strook zijn alweer. Langzaam het eventje nu. Als het goed is, komt Jenna ook straks erin. Schiet het wel aardig op. En jongens, vergeet niet te liken en te abonneren graag. Dat waardeer ik enorm. Ga ik nog veel meer video's maken. Je moet er even een beetje inkomen, maar ik vind het wel leuk om te doen. Ik hoop dat jullie de video's leuk vinden. En als jullie me een keer willen helpen met een stream of gewoon de multiplayer server, laat me weten. Moet je even de mod downloaden en dan krijg je mij het wachtwoord en dan kun je mij helpen als je wil. Zo. Volgende. Balen.
Ik denk dat ik de auto stekker maar weer hangt. Echt telkens net tot het einde van het veld gooit hij eruit. Dus mooi meegedaan. Oh. Is maar goed dat ik kijk en anders. Nu voorlijnen. Okay. Nu de haal weer. Nou doet hij het wel. Even andere nummertjes net als de. Dan moest die wel komen. Nou, deze kant omdraaien, dan kom ik op het spoor terecht. Kijk, precies weer aan het einde van het veld. Oh, even 7 mensen waarschijnlijk. Dan was ik een beetje traag nemen. En daar gaan we weer. Kijk, er is een manier om. Nee, daar ga ik nog in. Ah ja. Een baaltje lossen. Zo. Deze even opklappen maar. Ja, ik, wat is die aan doen? Nee, er is nog niks aan doen. Nog wel van zo voor de dag, dus
Misschien was jij naar andere velden wat oogsten. Dat ik. Oh, daar zijn we alweer bij de winkel. Een lekspijk. Hoeveel stond er hier? Oh, 7000. Het scheelt maar een hoop tijd. Stakker, hè. Geweldig ding. Nou, ik heb nou mensen overgereden, zag ik. Nou, jammer dan. Moet je maar kijken als het lopen. Ik zeg niet, maar... Nou, allereerst dat ding even uitkloppen. Toch, welke beest is dat? Hij heeft niet zo'n kleine draai zeker. Zo. Nou, 8 stuks. Nog 2 stuks. Oh, ja, dat is wel. Dan gaan we even richting de koeien.
erstmal Tutsi-Ball dann. Come on. Really? Can you put them off, huh? En kijken welk knopje was het ook weer, die. Dat kan niet op de dak schoten zo. Kijk, dat hebben ze al beter gedaan. Zonder die irritante flappen. Waardoor het hele ding omvalt. Weer ei. Dat was even iets heel onrealistisch. Maakt niet uit. Maar gaan we ook even niet blijven hangen. Nou, de volgende oppikken. Lekker werkpositie. Goed zo. Mooi. Ja, mooi. Even lekker daar zo. Mooi. Pakken we de steen maar even, dat we die vergeten. Ja, even iets op grote draaischirkel. Ik denk dat we net een paar plekjes te kort komen. Net een paar paaltjes te veel. Dat is toch 39 balen vergaan. Zo. Oh, precies 16. Nou, dat is helemaal mooi. Ding dicht. Mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm.
Nou, ik had verkeerd op houden. Huh? Oh, wow. Verkeerde kant op gaan. Maar of te rood. Zat die stap een beetje goed. Maar we gaan ietsje naar achteren. Nu heel onrealistisch door het dak heen. Sorry daarvoor, hebben jullie niet gezien. Oké. Dan kunnen we, ja. Verder hebben we niet zoveel stroopbalen. Dus in principe kunnen we deze wel terugbrengen. Die ook toch in de buurt zijn. Wat hebben we nog meer staan dan? Nou, we brengen deze wel terug. De rest van de stro rapen op als we weer. We hebben nou een voorraadje. Voorraadje balen. Ik denk dat ik het daar weer voor gezien nou jongens. We beginnen bij de shop en we eindigen bij de shop. Ik vind het wel weer genoeg gedaan hebben voor de aflevering. Ik denk dat de volgende aflevering wordt weer zaaien en misschien wat koeien kopen en wat schapen kopen. Maar dat zien jullie wel de volgende aflevering weer. Dus en vergeet niet te abonneren en te liken. Dat zou ik graag waarderen. En dan zie ik jullie weer bij de volgende aflevering. Dag!